Dylan's derde dag okidoki door up. Ja, nog 4 dagen te gaan. Lekker bouwen. Hoeveel dagen nog te gaan als dit de derde dag is? 4. Nee, Dylan. Een week. Kom maar. 7 dagen. Nee, geen 7 dagen. Het is woensdag vandaag en het duurt tot en met vrijdag. Dus. Oh, ja. Wij kunnen weer fatsoenlijk filmen. Nog 2 dagen dan. Het is vandaag erbij, 3. Hé? Hey? Ja. Ik doe het zo leuk. We lopen er naartoe. Dylan heeft een voetvrat. Dylan? Ja. Heb ik vroeger ook gehad. Ja. Ik had vroeger 64 vratten op mijn handen. Dat is niet zo fijn. Nee. Ook niet zo leuk, het ziet er vast niet zo mooi uit. Nee, daarom. Van jou kun je nog een sok eroverheen doen, dan zie je er niks meer van. Nee, en je ziet er niet zo goed van. We zijn dan aan het proberen weg te halen, hè? Ja, met die kant op papa. Hé, hey. Hier is goed. Okay. Met? Eigenlijk een beetje ver. Ja? Ja. Toch? Dat was wel gek eigenlijk. Eigenlijk wel. Maar ik wil wel dat ik goed bij tegen een brandmeter aangegaan. Nee, ik heb hem even goed vast. Oh. Misschien in de braam of zo. Dat is het einde. Tegen een brandmeter aangebotst. Nee. Dan moeten we dat medicijn zoeken. Iedereen komt aan met okidoki erop. Ja. Wat zei je? Ik zeg iedereen komt aan. Ja. Onze hutte. Goed idee, hè? Ja, hier is hij of niet? 39 toch? Hier toch? De volgende, 31. Ja. Dat is mooi. Dikke kus. Hi. Doei. Veel plezier. Allemaal badjes. Voor de verkoeling met de hete dagen. En nu is er vroeg naar regen in komst. Hallo. Alles goed? Ja. Was alles nat daar? Viel het mee? Nee, dat viel wel mee. Ja, er hangen allemaal donkere wolken in de lucht. Wat is er? Zeg het eens. Is de bal nog? De wat? Een balletje. De blauwe bal, schatje. Nee, ik zie hem niet. En de zijvak daar? Nee. Auto.
hier naartoe. Niet schattig, hè? Dus ik stap er. Laat zien. Drie stapjes zetten, hè? Kom maar. Nee, joh. Je bent niet verluid, dus moet jij, hè? Hé. Loop naar buiten. Als je lopen. Kom maar. Jippie. Brood begon te Ga zitten in de maal staan. Papa, ik heb er geen zin in. Dat zal ze niet kan zeggen. Hé, hey, papa, we hebben gisteren een filmpje gezien van Dylan. En die liep al, hè? Hé, hey, aampje. Hallo. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Wat een problemen. Met de iMac gisteravond. Dus vandaar dat we een oud filmpje erop gezet hadden. We kunnen onszelf eens zien. Ja. Een oud filmpje erop gezet hadden, want dat ging dus niet op de iMac. Waar alle bestanden op stonden. Dus we hadden hem even via de MacBook een oud filmpje erop gezet. Nu hebben we lekker dus onze camera weer terug. En zoals jullie zien heeft Chris de computer hebben leeggegooid en helemaal overnieuw weer geïnstalleerd. En Lily is even samen met vaders een vlogje aan het kijken. Lily doet net alsof ze het nog nooit gezien heeft, zoals Chris al net zei. Wie is dat, Lily? Wie is dat op de computer dan? Is dat mama? Een tandje in mijn hart. Ja. Even eten, meisje. Vlieg even wil je brood opeten. Weg, zeg maar, weg. Ja, dat is Nederlandse films. Weg, ja, precies. Smakelijk eten, meisje. Smakelijk. Ik heb even een bouillonnetje. Ik krijg even een lekkere kuppensoep. Wordt die zo romig met zoveel water voor jou? Ja. Oh, lekker. Lidl. Yummy, yummy. Lidl. En Albert Heijn. Ja. Ja. Wat is beter? Veeg je net als je bouillon. Gewoon even. Ik kan vanavond een beetje futloos. Een beetje speciale shampoo gebruiken, toch? Voor futloos haar. Hè? Krijg je hem al was op de reclame weer? Het was niet alleen voor het haar, maar dan werd ze zelf ook helemaal. Hebben toch maar zalen. We gaan straks deze plank ophangen, of beter gezegd, schappen. Daar waarschijnlijk boven het terrarium voor. Of daar. Dat is beter, denk ik, ja. Daar. Of iets hoger, maar in ieder geval daar zo, tussen het terrarium. Komen er meerdere. Ja, hoor, er komen er meerdere, ja. Voor kijk, er kan deze rotzooi weg. Wat je ook kan doen, is twee naast elkaar. We gaan even zien, goed? We kunnen al deze films, want wij houden van films, en we hebben nog veel meer, kunnen hier mooi hangen. En nu kunnen we zo s'avonds, denken we, die kijken. Nou, wij weten vandaag wat we doen als Lily niet weet wat ze moet doen ofzo, of van rustig is. Vlogjes kijken. Van onszelf. Ze vindt het helemaal geweldig. Lily zit in de bioscoop, Lily. Kijk jou wat je doet. Jullie samen in de box, Lily, hè? Oh. Soep, hè? Hallo. En vanavond krijg je pannenkoeken, Lily? Wat proef je daar? Kaas? Huh?
zit je met pap op de schouders. Hey. Nou, lopen dan. Kom maar, gaan we naar Dellen. Dat is niet lopen, hè? Dat is een ren. We zijn in het bos. In het bos wonen lieve lilies. En Emis. Emi, de kou. Klaus. Emi. Maar kijk hier, kijk eens op. Kijk, bos. Waar is Dylan Lily? Door. Ik zag het lijkt wel beer van gisteren. Het was vandaag verfdag, of niet? Huh? Kijk, die van ons ook zo ontverf hangt. Jullie komt even kijken. Dylan. Dylan is iets over het bouwwerk. Ik wil ook zeggen, maandag vergeten we de tas, woensdag vergeten we de tas. Een paar jaar, dan mag je. Wat zeg je? Oh, een trap. Een ladder. Hierachter is ook een trap. Dus je kan aan de voor- en de binnenzijde kun je naar boven klimmen. Ja, en dan heb je hier. Dat is cool. Cool. Oh. Ja, dat is toch niet erg? Dat is mooi. Ja, maar is toch mooi? Ja, maar mooi, maar niet een beetje. Zeg je? We blijven ook niet zo lang staan. Dus ze denkt dan ben ik iets groter, dat is veiliger. Mama, mama, mama. Lily. Lily. Ja. Ja, met Dylan. Lily, kom met Dylan kijken. En ik heb iets voor jou gekocht. Oh, een horloge. Die leven draaien. Ja? Ja. Cool. 15, 20 spijkers. Speciaal voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. Doe je hem even bij mij om dan? Spijkers. Deze voor papa. Wat kijk uit, hè, dat er die spijkers zijn. Ja, als het goed is, hebben we alles weg. Ja, dit heb je. Ja, weet ik maar nooit. Ja, zo kan ik hem niet omschakelen. Moet je even losmaken. Woe! Wauw! Ik ben naar boven! Ja, ik ben boven! Goed zo. Kom maar. Zo, een hele krab vol met spullen. We hadden gezien dat we eruit hadden gezocht. Een doos vol met kralen. En als het goed is, wordt het dadelijk opgehaald. Want het is natuurlijk gratis. Dus er zijn heel veel mensen als de kippen bij. Zo, ook nog even uitproberen of de imitatie-cannon-accu ook werkt. Want die gaf ook problemen nadat zand erin was gegooid. We gaan ook nog ons best doen om het geld te weerhalen op die ouders van het kind die dat zand eroverheen heeft gegooid. Maar het zijn hele asociale mensen, want ze reageren gewoon helemaal niet meer op enig contact. En denken er gewoon vanaf te komen. Dus we gaan
proberen via de rechtswinkel te spelen. Om het toch die €276,30 terug te krijgen. Dat is nogal een bedrag. Dus we gaan ons best doen. Nou, tot nu toe geeft hij niet aan. Deze accu is niet origineel. Die andere meldingen. Dus